Als ik dat allemaal goed heb bedacht, moet dit gewoon kunnen. Die auto staat anders in de weg. Misschien dat we een beetje landscaping moeten doen. En zet hem gewoon hier ergens neer. Moet ik alleen wel hem de goede hoogte hebben. En dan ga ik hem er even neerprutsen. Goedemiddag, aflevering 2, Baltic Sea, daar ben we dan alweer. Er is 6000 euro van de rekening af, want hier achter mij staat een grote tank. En die zit vol met vloeibare kunstmest, want die ben vandaag nog nodig. Want de mais is 0% per mest, daar moet nodig worden op. Goed, dat komt allemaal later. We gaan eerst even verder met waar we gebleven waren de vorige keer. En dat was pakkenpersen. We waren hier op dit veld, hier wil ik een schapenstal neerzetten vandaag. En daar ligt allemaal nog hooi van de vorige keer. En de pers staat nog netjes hier, waar we hem achtergelaten hadden. Dus ik denk dat ik daar eerst maar eens mee aan de slag ga. Dan is dat ook maar weer klaar. En verder staat op het programma vandaag dus de mais in bemessen. Hier een schapenstal neerzetten. En ook wat schaapjes kopen, denk ik. En verder zien we het wel. Hoppa, met het apparaat. Nou, we kunnen ook wel gelijk hier beginnen. Komen we ook niet naar de andere kant, ja. Die aan pick-up zaken. En dan gaan we eens even kijken hoeveel bal hier vanaf gaan komen. Ik denk toch wel een redelijk voorraadje. Nou, intertje kan het hartstikke mooi doen zo met de pers. Niks mis met. En de eerste bal is klaar. Daar gaat vlot. Ik ben amper apart. Dat belooft nog wat. Nou, doe het met het ding. Hoppakee, klepje weer dicht. En weer door. Nou, dan ben ik één keer rond geweest bijna. En dan zitten we al op bal nummer 5. Dat gaat best wel hard. Dat zijn er meer dan ik in eerste instantie zo verwacht had. Oh, dat heeft niet. En dan schaap me ook wat tevreden straks. En als we echt te veel hebben, kunnen we altijd nog wat verkopen natuurlijk. Dat is ook nog een optie. Ja, eerst maar even kijken hoeveel er nou eigenlijk helemaal van af gaan komen. Ik heb ook het idee dat de wierzen hier op de kant net een wat dikker ben dan in het midden. Maar het gaat wel mooi in ieder geval. En ik had de vorige afleveringen over dat mijn PC deze week naar SSD onderhoud ging. Maar dat moet nog steeds gebeuren, want ik heb deze aflevering neem ik nu gelijk op na de vorige aflevering. Zodat ik in ieder geval zeker weet dat er komend weekend, of nu dus, nu deze online is, er weer een video is. Mocht er onverhoopt toch wat zijn met de PC, waardoor het allemaal langer duurt. Maar als ze dus wat gevonden hebben en of het allemaal beter is geworden, dat kan ik jullie pas de volgende aflevering vertellen. Ik hoop het eigenlijk wel. Alhoewel de vorige aflevering eigenlijk ook best wel goed was weer. Althans, in die zin dat de PC geen probleem mee gaat. Wat ook wel een keer fijn is. Die gaat wel donders mooi zo. Een flinke vrachtbaan zo op veld. We nemen een keer naar voren zometeen. En hebben we alles er alweer af. En dan moeten we even wat ophalen natuurlijk. Dat we die baan hier ook van het veld af kunnen halen. Mooi met de auto, met de kar naar de winkel. Nou, daar zit een mooi shoveltje op aan, denk ik. En we hebben wel een shovel, maar dat is een wat dikkere shovel. Die vind ik niet echt geschikt voor dit soort werk. Die is meer voor op de bult en voor de koeien voeren en dat soort spul. Voor het balen halen wil ik een iets compacter ding hebben. Nou, dit wordt ook een dure aflevering denk ik, want we moeten dus nog een shoveltje halen. En ik moet toch iets van de spoeimachine hebben voor die mais. Dus het geld wat we hadden, 500.000 euro, heb ik het de vorige keer helemaal niet over gehad. Maar ik begin hier met 500.000 en dan probeer ik het daar mee te doen. Daar wordt best hap uitgenomen vandaag. Zien we een bal vol? 98, 99, kom op. Ah, dat ligt nog wel een paar plukjes aan. Nog maar 2%. Daar maken we wel een volle bal van natuurlijk. Zonder om dat in de pers te laten zitten. 99, nou, nog één plukje. Ik zie daar nog plukkie. Gaat dit het worden? Nee, nog niet. Nee, dan hebben we nog een beetje nodig. Ik daarachter ligt ook nog wel wat. Dit er nog een bij. En dan zitten we op 100%. Die baal die kan ik ook wel in mijn voorkant uitgooien natuurlijk. Het scheelt weer. Een ritje met de shovel straks. Ik heb omhoog. Ja, persje doet hartstikke goed zo. 1, 2, 4, 6, 18, 12, 14, nou iets van 15 balen volgens mij. Dat zijn er meer dan ik verwacht had.
Ik ben als ik deze nou gewoon hier neerleg. Hoppa, lossen. Dan hoeven we daar niet zo ver mee te transporteren straks. Nou, dit ding hebben we de schuur in. Nou, zo is het maar part van John, hoor. Ja, ik zet hem wel weer gewoon op dezelfde plek als waar ik hem weg heb gehaald in de schuur. Vind ik ook best. Kijk, dat mooi achter die deur. Nog heel vaak zullen we hem niet gebruiken, denk ik. Maar we hebben hem in ieder geval. Voor als het nodig mocht zijn. Aftergaasleus, slangleus, afkoppelen. En dan moet de trekker nog even wegzetten en dan gaan we eerst naar de winkel toe. Met onze dikke Land Rover. Ja, we hebben goed voor elkaar. Nou, hier maar eens ongeveer. Lopen we hem naar de auto toe. En dan gaan we daarmee naar de winkel. Dan met zo'n sjoveltje over de weg, dat vind ik niet waar. Dat duurt je zo onmundig lang. Dat kunnen we beter op zo doen. Moet die aanhanger in mee hebben. Oh, wat verschil in geluid is dit. Lekker rustig aan de woorden. Ik moet een beetje naar achteren toe, maar dit wordt niet wat zo. Zo. Zo is beter, denk ik. Hoppakee. Karretje eraan. Dan kunnen wij gaan. Zo, onderwegs. Ja, winkel is mooi dichtbij. Of dichtbij, maar het is goed te doen. Het is vlakbij Derpy. Maar ja, om dan met die shovel die je naar red 20 of 30. Dan vind ik dat weer zo'n lange tocht. En dan moeten we hier rechtsaf en dan ben je bij de winkel. Goeiedag, ik ben er. En dan zetten ze de spul altijd hier achter neer, dus we gaan hier alvast mooi op staan. Zoiets. Ja, kan ik ook direct wel even die kar uitklappen. En de zijschotten naar beneden, althans eentje. En dan gaan we eens even wat kopen. Want wat wil ik hebben? Ik wil een shoveltje. En ik wil een Weideman shoveltje. Die wil ik een mooi in het heel rood. En eigenlijk had ik een ouder model gewild nog. Want mijn opa die had vroeger een boerderij en die had altijd een Weideman shoveltje en dan dat oudere model. Maar die heb ik nog nergens kunnen vinden. En ik heb geprobeerd hem zelf om te zetten, maar dat is geen doen. Dus dit wordt hem. Nou, wiel vind ik best. Kopen dat ding. Hoppa, 25.000 euro van ons budget af. Dan moet daar natuurlijk ook een wat voor aan. We zijn in ieder geval een balen ding nodig. En dan vind ik deze wel makkelijk. Als we ooit een keer met folie gaan, dan kunnen we deze direct pakken. Kunnen we dit nog in dezelfde kleur doen? Ik laat hem gewoon zwart. Vind ik ook mooi. Kopen. Ja. En eigenlijk hebben we ook een palletvork nodig. En die zit in dat CSZ-pack. Zit wel een mooie. Dan wordt deze denk ik. Want die kan met die lepels kunnen die heen en weer schuiven. Dat is altijd wel handig. Koop ik er ook bij. Hoppakee. En dan staat daar ineens een shoveltje voor ons. Oh, dat spul hem op de kar laden. Oh, dan moet die andere zijkflap ook even los natuurlijk. En dan kan ik via de zijkant kan ik die palletvork en die baldenspies ding erop zetten. En dan kan dat shoveltje als het goed is precies op de kar. Je zult haast denken dat ik het al een keer uitgeprobeerd heb. Ja, die klep ook helemaal open. Ik denk dat dat zo wel moet lukken. Spul op de kar. Eerst deze maar. Ik heb zo'n idee als ik dit allemaal hier neerzet. Dit je hier voorop. Dan kan die klep straks nog dicht. En dan kan de shovel er gewoon nog bij. Dat is wel een beetje het idee. En dan die palletvork aan de andere kant. Dat wordt een hele stapelerij zo, maar goed, als het allemaal mee komt, dan vind ik het mooi. En dan hebben we in principe ook met alleen de palletvork wel aan de slag gekund. Maar ik vind die baldenvork ook wel handig voor als we een keer folie eromheen doen. Even slangetjes eraan. Dan werkt dat met die lepels tenminste ook als het goed is. Kijk, die kunnen zo heen en weer schuiven. Dat is wel ideaal. Maar de slangen kunnen eerst wel los, want hij moet gewoon op de kar. En dan zet ik die er vanaf deze kant op. Zo was ongeveer mijn idee. Dan gooien we de schotten eerst hem dicht. Dan zit die gereedschap die zit mooi opgesloten. En dan de shovel er mooi bij op. En als ik dat allemaal goed heb bedacht, moet dit gewoon kunnen. Kijk, alsof het ervoor gemaakt is. Moet wel zo. Achterkant hem weer dicht. Als het goed is, past dat precies. Nou, mooi dag. Goed, dit neem ik met naar de boerderij. Dan kunnen we die baden maar opruimen. Zo, aan toe. Dit gaat een mooi stuk vlotter dan gewoon met shoveltje zelf. Dus dat we direct van alles mee kunnen slepen. Ideaal zo. Als ik hem nou zo meteen gelijk eens even daar naar het schapenveld toe rijd.
Dan hebben we ook direct alles bij de hand. Dat vind ik wel een goed idee. En ik had ook wel een dam eerder erin gekund. Volgens mij. Ja, ben de weg ook nog een beetje aan het verkennen hier. Kijk, maar als ik één dam eerder erin was gegaan, dan waren we daar uitgekomen. Ja, maakt ook geen donder uit, echt ook. Als we er maar komen. Ik weet in ieder geval dat we hier langs moeten. Om überhaupt bij die schapenweide te komen. Nou, de zomer is in ieder geval gelukt. Anders zo'n landrover, dat kunt tenminste eens een keer ergens komen. Ja, hier moet ik dat ding ergens in lossen. Ik denk dat ik hem op mooi laat staan, daar onder dat afdakje. Dan hebben we hem altijd bij de hand hier. Kijk, schotjes in weer open. Mooi. En dan gaan we die shovel hem afladen. Nou, die pellenvork leg ik gewoon daar ergens neer. Dat komt straks wel als de nieuwe schapenstal er is. Dan is dan daar wel een mooi plekje voor. Maar voor eerst moet ik hem hierin kwijt. En een mooie ding in pakken waar we eigenlijk nu heel hard nodig ben. En dat is die baanvork. Hoppakee. En die mag er gewoon aan blijven. Helemaal goed. Zo. Nou, roem ik even de auto op. Want die hoeft hier niet in het veld te blijven staan natuurlijk. Alhoewel hij ons ook niet echt in het pad staat. En als ik hem hier hem laat staan, dan kan ik straks gewoon in de auto weer terug. Hoeven we niet lopend weer naar de boerderij. Dat vind ik ook wel goed. Laten we mooi staan hier. We kunnen er gewoon omheen met de shovel. We gaan gewoon baan opruimen. Nou, dan beginnen we mooi achteraan. En dan worden de ritjes steeds korter. Een keer of 15 heen en weer. Ah, scheelt weer de link een paar link daarvoor. Dat zijn korte ritjes. En dan kan ik ze wel aan elkaar pakken, maar ach, dit gaat denk ik ongeveer net zo snel. De eerste. Kijk, en dan is dit ding wel heel makkelijk hoor. Hoppa. En dan brengen we die naar voren. Die leg ik daar mooi onder de afdakkie. Hier ergens, denk ik. Nou, geliek maar hier vuur in dan. Dan liggen ze dan mooi droog. En kijk er altijd weer bij. Zo, dat was de eerste. En zo ga ik de rest ook allemaal even doen. Nou, het gaat al om de laatste twee. Het veld is wat leeg. Alleen deze twee nog. En dan kunnen we dan mooi de schapenstal gaan plaatsen. Kijken of ik die een beetje in het landschap verwerken kan. En dan gaan we zo achterkomen. Dus ja, die daar nog heel mooi. Oh, dan moet ik niet die hele beeld weer ondersteboven hebben. Niet doen, niet doen, niet doen. Dat ging zo mooi iedere keer. Ja, hij ligt, een soort van. En dan moeten we alleen die ene baal daar nog in weghalen. En dan hebben we het hele veldje alweer leeg. Deze zet er niet zo zin in. Nou, dan rollen we hem die kant op. Ik vind het ook allemaal best. Als hij met de kant is. Want dit wordt dan waarschijnlijk ook de eerste waarmee we gaan voeren. Deze zet er echt geen zin in. Zo dan. Ik krijg hem wel. Dan laat ik hem ook mooi erop zitten. En dan zal dat ook de eerste zijn die gevoerd gaat worden. Moet ik maar niet zo vervelend doen. Hoppa. Nou, shoveltje laten we hier mooi op staan. En dan hebben we toch een mooi vlotje balden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lang niet slecht. Ik ga even de auto aan de kant zetten. En dan gaan we hier die schapenstal plaatsen. En die auto staat anders in de weg. Misschien dat we een beetje landscaping moeten doen. Die kans is best wel heel groot. Dan kan ik de auto beter even hier neerzetten. Dan nemen we hem zo meteen wel weer mee. En dan hebben we een mooi leeg veld. En dan gaan we schapenstal neerzetten. En dan wordt deze, schapenweide. Maar dit is wel een mooie, hier lopen de schaapjes gewoon mooi los. Dan zet ik hem gewoon hier ergens neer, moet ik alleen wel hem de goede hoogte hebben. En dan ga ik hem er even mee prutsen. Thank you.
En toen stond er ineens een schapenhok. Ik heb wel een beetje landscaping moeten doen, her en der. Maar volgens mij is het wel aardig gelukt weer. Dat ras dat trekt wel bij als dat andere ook weer begint te groeien. En dan is dit een mooie schapenweide. Hier kunnen ze een vreterij krijgen, aan de andere kant kunnen ze het water krijgen. We hebben hier een beetje plek voor wat opslag. En als het goed is, dan kom ik hier de wol te staan. En de schaapjes die lopen gewoon los hier in de wei. Maar goed, schaapjes hebben we nog niet. Doen we volgende keer. Ik wil nou eerst nog even de mais gaan besproeien. Dat hier, want dat is 0%. Dan moet nu nog wat kunstmest op. Ja, neem de auto even met. Dat was wel verrekte makkelijk zo. En dan kunnen we weer een ritje naar de winkel doen. Want we moeten een sproeimachine ophalen natuurlijk. Heb ik ook nog niet. Dus zoals ik al zei, vorige keer gaandeweg de serie kan we wel van alles kopen. Dan zijn we ook niet gebonden aan wat er op dit moment is. Maar dan kunnen we misschien nog eens een keer wat nieuws erin zetten. En mochten jullie nog tips hebben wat wel leuk is om hier te gaan gebruiken, zet dat dan even in de reacties. Misschien kan ik er wat met. Dit is even weer op dezelfde stee. Ja, dat was wel een mooi plekje. En dan gaat je weer door. En de auto weer mooi onder de boom. Staat ook wel een soort van droog. Zo, helemaal goed. Ik ga even de MB pakken. Hier, dan zet ik die helemaal smalle bandjes en dan ga ik met de MB en mijn sproeimachine aan. Die is daar wel heel geschikt voor, denk ik. Ik heb een mooi sproeimachientje gevonden, een getrokken sproeier. Hier wat anders. Nou, eerst die MB op smalle bandjes, want gewasvernietiging staat wel aan. Dus dan zijn smalle bandjes wel nodig. Nou, dan snorten we naar de winkel toe. Even sproeimachine aan. En dan kunnen we aan de slag. Nou, ik heb hem al gekocht. Althans, een telefoon is besteld. Als het goed is, tijd is ook laag. 5.500 euro kost dat ding. Valt op zich nog wel mee. Waarop stapte die auto nou zo raar dan? Die had er gewoon langs gekund. Kijk, daar staat hij. Ja, ja. Ons nieuwe sproeimachine. 18 meter. Ik vond het wel een mooi ding. En we kunnen best wel in wat gewassen besproeien. Volgens mij is er helemaal niks bemest. Dan is dit wel even handig dat we een beetje voorraad hebben. Nou, hier met snel weer naar de boerderij gaan vullen. Dan gaan we als eerste de marge doen. En volgens mij komen we onderweg nog langs een veldje van ons. Even zien wat daar de status van is. Kijk, we een veldje wat nu links van ons is. Dat is ook in ons bezit. Ik had net zo goed gelijk om te kijken of dat ook nog wat kunstmest nodig is. En dan kunnen we dat net zo goed direct hem doen. Ben er nou toch, ja? Eerst even kijken. Ik kan wel even voor de auto langs. Kijk, tarwe. 0% bemest. Moet geploegd worden. Dat kan wel na de oogst. Niet zo handig om dat nu te doen, want dan hebben we geen oogst meer. En dan ga ik hier ook een mestsproeimachine overheen. Dan is dat ook weer in orde. Dan liggen met die auto's, niks aan de hand. Dan hebben we nog een wat te doen. Die mais moet nog, die tarwe moet nog. En dan heb ik ook nog zo'n veld haver ergens. Nou, dat bekijk ik nog wel even of dat nodig is. Kijk, dit is die dam eerder waar ik het net over had. Dat is ook wel leuk. Dan komen we hier zo onder het schuurtje door. Zo komen we erop. Waar had ik die tank nou ook alweer staan? Daar, hè? Nou, dit machine is in mijn bijvel. Hier zo. Eerst die armen uitklappen. Zo. Kijk, dan draait hij mooi opzij. Apparaat eronder. Dan gaan we vullen. Ik wil de kunstmest in, jazeker. Voor het ding wordt hem helemaal vol. 3500 liter gaat er volgens mij in. Nou, een mooi voorraadje, want dan kunnen we een poosje mee vooruit. Ik 3500 liter helemaal vol. Zal ik die armen ook even weer inklappen voordat we daar straks een keer met een keeper of zo tegenaan jagen? Dat zou ook zonde zijn. Hoppa. Mooi weer naar binnen geklapt. Stuk veiliger. Wat gaan we eerst doen? We gaan eerst dat maïsveld doen. En dan kunnen we daarna nog alleen de tarwe doen. Dan is dat allemaal maar weer klaar. Want 0% bemesting is wel heel weinig. Het zit allemaal nog in de eerste groeifase. Dus als ik nu een ronde bemesting doe. En dan bij de volgende groeifase nog een keer. Dan zitten we gewoon mooi op 100% bemesting. Ja, klaar met dat dingenmuts. 18 meter. En dan gaan we. Ah, dit is zo klaar. Een paar keer op en neer. Ik ga hier gewoon eerst hem rechtdoor, dan gaan we de terugweg wel in dat stukje hiernaast. Zo, dat is hartstikke mooi. Ja, dit moet wel hem goed, want dit wordt wel het vreten voor de koeien.
Geen idee of de varkens dit ook eten. Ja, varkens begin ik nog niet direct aan, denk ik hoor. Ik wil nou eerst volgende keer schaapjes. En dan toewerken naar koeien. En dan zien we dan alweer. Nou, deze kant weer retour. En dan daar rechts nog even een keertje heen en weer. En dan zit dit in ieder geval op 50% bemesting. En als ik dan op tijd ben voor na de volgende groeifase. En voor de laatste, dan kan er nog een keer een vrachtje overheen. Dan zitten we gewoon op 100%. Kijk hier, mooi zicht op de nieuwe schapenstal. Maar dit schiet wel op zo. Wel mooie meters maken. En dan moet ik nog eens even een keer overdwars. Ja, volgens mij als ik nou nog een keer naar achteren ga en dan nog een keer naar voren. Dan hebben we het hele veldje al hard. Nou, hij heeft nog maar 10% gebruikt. Het verbruik is mooi laag, dat valt hartstikke mee. En dan blijft er tenminste ook nog wat over voor dat andere veld. En alweer op de retour. Nou, ik mis een metertje hiernaast, dat is dan niet anders. Langs de kant wil het vaak toch al niet zo heel best. Ik ga daar niet nog een keer weer overheen straks. Zo gaat het dan mooi zat. Wel een mooie werkbreedte ook wel zo. Niks mis met. Hier, dan gaan we zo meteen gelijk door naar de tarweveld. Daar kan een vrachtje op kwaken. Dan hebben we alles weer mooi onder controle. En dat was het maïsveld. Inklap, gelijk door naar de tarwe. Kan ik daar ook zo hier omheen? Zoals denk ik van wel, hè? Ja, kijk, dan ben ik gewoon hier ook weer bij het tarweveldje. Toch, dat is toch mijn veldje? Ja, hartstikke mooi. Wat is een handig plekje om te beginnen? Door aan de zijkant denk ik wel. Laat me dat apparaat gewoon weer uit. En dan gaan we dit ook in bemesten. Nou, zo gaat het hartstikke mooi. Ik zal jullie hier verder niet mee lastigvallen. Ik kijk dit wel even af. Jullie worden eerst weer bedankt voor het kijken. En ik hoop bij de volgende aflevering dat ik weer een 100% betrouwbare PC heb. En daar kan ik weer wat moois van kan maken. Maar we zijn in ieder geval weer op gang en dat is het belangrijkste voor nu. Gaat weer mooi zo. Nou, en mocht je dat mooi vinden, druk dan nog even op het duimpje omhoog. En op de abonneerknop als je dat niet gedaan hebt. En tik dat belletje ook hem aan, want dan mis je helemaal niks meer van al dat moois wat hier gaat gebeuren. Maar goed, ik maak dit even af. En ik zeg tot de volgende maar weer. Mooi.